Dat klinkt nu al goed en dit is nog maar een test. Van de klok in het oude raadhuis van Vlaardingen-Ambacht. Spannend, boven in het torentje. Nou, dit is dagelijks werk voor me, dus voor mij is het niet zo spannend. Ja, maar wel leuk werk. Die oude objecten zo aan het werk, dat vind ik toch altijd wel heel bijzonder. Er zijn nog enkele mensen in Ambacht, die hebben nog in het paspoort staan, geboren in Vlaardingen-Ambacht. Daar zijn ze ook heel trots op. Precies 109 jaar geleden besloot de toenmalige gemeenteraad van Vlaardingen-Ambacht tot de bouw van het raadhuis. Dit was bij het leggen van de eerste steen. In de Tweede Wereldoorlog raakte Ambacht zijn zelfstandigheid kwijt, maar het raadhuis en de klok zijn gebleven. Er zit een magneethamer in en die komt via deze kabel die ik hier heb, komt hij naar beneden. En die ga ik aansluiten hier in deze doos, zodat de klok als het uur is, als het hele uur is of het half uur, dat hij kan slaan. Nou, dit is de voormalige kamer van de burgemeester van Vlaardingen-Ambacht en Babberspolder, de gemeente die dus in 1941 is opgedoekt. Dus hier zat de burgemeester. En er waren nog twee wethouders, dat waren raadsleden, die boeren, die het een beetje erbij deden. Het was een heel klein plaatsje. De renovatie van het monument uit 1905 is bijna voltooid. Het torentje is erop getakeld, de klok doet het weer. Wat nu nog ontbreekt is de windvaan. Nou ja, het heeft natuurlijk wel wat. It's once in a lifetime. Ik denk niet dat ik ooit weer dit vast zal hebben. En ja, dat zo'n torentje er afgetakeld wordt, is natuurlijk heel bijzonder. De man die de klok weer in werking brengt, de firma IJsbouwers, die zei ook, dat maken wij toch niet zo vaak mee. Dat toorspitsje echt helemaal eraf gaat. En zo wordt Vlaardingen-Ambacht toch weer een beetje zoals het ooit was.